Zo mensen, het heeft gevroren vannacht. Jo. Dus stel je voor dat ik bijvoorbeeld een keer ziek ben of zo, of ik bijvoorbeeld ik kan een keertje niet, weet je, dan is het altijd handig om een vlog gepland te hebben staan. Nee. Nee, Mitch. Alleen ja, weet je, ik heb een klein probleem. Net toen ik mijn camera-spullen alvast klaar wilde zetten, toen bedacht ik me ineens. Hallo allemaal, super leuk dat jullie kijken naar weer een nieuwe vlog op mijn kanaal, Mitty. Jawel, ik werd net echt wakker met een van de meest vage dromen aller tijden. En het was namelijk zo dat ik was in een flatgebouw. Waarom? Geen idee. En ineens hoorden we een keiharde knal. En toen zagen we in de verte allemaal asteroïden of zo, hoe je dat kunt noemen, allemaal op de aarde afkomen. Ja. En toen ontplofte de wereld en toen waren we allemaal ineens weg. Hele rare droom. Gelukkig gebeurt het in het echt niet, tenminste, mag hopen van niet. Maar goed, we gaan zo lekker naar mijn zus toe, dames en heren. We gaan zo lekker even kijken. Ja, ik weet niet wat we gaan doen hoor. Ik weet echt niet dat normaal gesproken weet je wat we gaan doen, maar ze heeft het wel bedacht, dus dat gaan jullie straks allemaal zien. Jezus. I am the horror man. Ik zie het. Ik heb nog een trui voor meegenomen. Oh. Zo ga je het tegen mij doen. Oh, wat lief. Dankjewel. Ja, want het staat erop. Ja, dat staat er ook op inderdaad. Chef ook. Kijk maar. Ja, ik heb hem zien zelf ook. Leuk, wat lief. Zo mensen, het heeft gevroren vannacht. Jo. En ja, daarom heb ik dus even een mondkapje op, want het is best wel fris. Maar ik doe hem zo af hoor. Maar ik zit te denken, zo ben je best wel onherkenbaar, hè? Misschien moet ik maar voortaan zo naar evenementen gaan. Dan herkennen mensen me niet meer zo snel. Maar hier komt zo... trouwens een nieuwe schoonheidsspecialist. Maar hier zo? Ja. Nou, toevallig kan ik nog wel een massage gebruiken. Ja, dat komt hier te staan. Lekker. Weet je nog dat ik vorig jaar zei toen alle winkels dicht gingen dat, dat ik een goede massage kon gebruiken? Ja. Dus als daar een behandeling in komt, waarom niet? Weet je, dan ga ik daar gewoon lekker een behandeling naar te doen. Hé? Hey. Lekker hoor. Ja. Het blijft wel een beetje gek beeld hoor, als je zo door de stad loopt. Nog steeds een beetje onwerkelijk allemaal, dat het gewoon zo stil is. Jeetje. Oké, dames en heren, even een ander dingetje. Zoals jullie weten komen testen op regelmatig bij mij. En nu natuurlijk met een lockdown is het natuurlijk anders, nu kan het natuurlijk niet. Maar ik merk toch dat ik de laatste tijd wel reacties krijg van ja, je mag maar met één persoon op bezoek, dat klopt. En als jullie misschien een beetje gemerkt hebben in de vlogs de afgelopen tijd, is het ook niet anders geweest. Dus wat hebben we gedaan, is dat we gewoon regelmatig buiten hebben afgesproken. En die vlogs die waarbij Tess en Job allebei bij mij zijn, dat is al allemaal eerder opgenomen. Want ik kreeg nog wel eens reacties van, ja, maar dat mag toch niet, je mag maar niet met één persoon thuis. En voor de meeste mensen die weten dat die vlogs eerder opgenomen zijn. Dus dat is, mijn vlogs loopt altijd een weekje achter, omdat ik al eventjes tijd heb om op te nemen, om te editen. Dus om te op te nemen, om te editen. En dan kan hij een week daarna kan hij dan online komen. Maar er stond dus een beetje een klein misverstand over. Dus dan weet hij dat bij deze ook weer, ja, weet je. Het is, ja, ik hou me aan de regels. De vlogs worden eerder opgenomen. Dus dat is de reden dat er dan nog steeds twee mensen bij mij thuis zijn. Dus niet meer omdat in de huidige vlogs. Als ik bijvoorbeeld een keer ziek ben of zo. Dus daarom loop ik altijd een weekje achter. Dan heb ik tijd om en het te opnemen, zoals nu. En te editen. En dan komt er gewoon sowieso elke woensdag, zaterdag, zondag een nieuwe vlog online. Volgens mij liep hij echt net langs, maar toch. Moet je kijken hoe leuk ze dit hebben gedaan. Echt zo'n slee van vroeger. Met allemaal van die schaatsen van vroeger. Ik denk dat je nog steeds wel kan schaatsen op die ouderwetse schaatsen. Alleen dat het nou wel... Waarom kijk je altijd zo chagrijnig? Vind ik nog niet zo leuk voor jou. Ja. Kan ik je aaien of ga je me nog lekker aanvallen? Ja, kan ik je aaien. Als je me gaat bijten, dan bijt ik jou. Of niet? Ja. Nee, we gaan niet bijten. Ja, ik vind het niet zo fijn, denk ik. Ja, het is goed met je, ik aai hem alleen. We gaan zitten krabben, maar je pleurt er bijna vanaf. Meer naar voren. Dit heb je nodig. Ja, dat zit er allemaal in. Je hoeft alleen maar het water. Dat staat hierboven ergens. 225 milliliter. Blauw water, hè? Dat je dat niet eens kan rekenen, joh. Kun je rekenen? Reken hem maar niet op. Nee. Nee, Mitch.
Yo. Oké, dan doe ik maar. Nee. Nee. Hé, hallo, je hebt heet water. Je moest lauw water. Dat is geen heet. Dat komt van de stofflappie. Oh. Hier ligt een mixer. Zo'n dingetje. Deze mixer, twee. In de stekker. Oh, jezus. Dat is een beetje pepernoten. Tweede voor je. Heel satisfying zo. En aan de zijkanten? Ja, rustig aan. Nee. Je zit zelf ook helemaal onder. Ah, ah, ah. Wordt alleen maar erger. Uitkijken bij jou, want het wordt wel heel erg. Oh, dan mag je lekker even alles gas voor maken. Zo, nou, voor mij klaar. Nou, daarin gooi je wat over. Wat volgens mij is het klaar, dames en heren. En dan mag je erin doen. Weet je waar het zo op lijkt? Ik denk als je hier op van die Amerikaanse wc mee zit. En dan vraagt iemand een wc op. En dan spreekt het op dat dit dat shit is. You know? 21? You stupid. You stupid. You stupid. Oh, what the fuck is this? What the fuck is this? Oh my fucking. He just shit on my hand? God. Nee, niet zo. Wat? Gewoon eruit te halen. Gewoon zo, ja. Zo, ja. Goed zo. Zo, ja. Dat heeft er niks mee te maken. Dat is saus. Hoi, hoi, hoi. Nou, ze komen de bubbels uit. Zo. En even, nee, dan heb je verkeerd erin. Zo, ja. Zo. En dan moet je even kijken hoe lang het erin moet. 55 tot 65 minuten. Mag jij op jouw telefoon, mag jij 55 neerzetten? Nee, hoezo? Je hebt het toch al aanstaan? Ja, maar dan moet het ook bij 55 zijn. Nou, dan kunnen we dat heel goed. Dit is de cake wat klaar is. En meneer de Graaf die zal het al lang eruit hebben gehaald. Maar die ligt daar zo lui op de bed, op de bank. Dus dan gaan we een poging wagen om dat ding eruit te halen. Oké, dan gaan we even een theedoek pakken, zoals jullie zien. Leggen we dat hierop. Die ga je natuurlijk niet zo met de hand vastpakken, want dat is natuurlijk gevallen. Maar dat is natuurlijk heet. Nee hoor, ik hou op. Beetje duwen, beetje zo. Ah, dit is er wel uit. Kijk, is klaar. Hij is nog wel warm. Meneer de Graaf, kijk eens wat ik voor u heb. Ik slaap. Kijk eens wat ik voor u heb. Ik slaap. Je hebt toch geen boter opgesmeerd? Nee, dat zat er in de verpakking. Dat zat erin. Ben je dat zat er zeker? Onder. Ja, dat zat eronder. Ik ga maar proeven. En normaal doen. Oh, oh. Zo, en ik ben weer thuis. En ik moet jullie eerlijk zeggen, ik heb een klein beetje spierpijn. Ik weet niet, maar op een of andere manier. Ik maak soms wel echt een beetje van die gekke bewegingen. Dan krijg je ineens het en daarna gewoon heftige spierpijn. Dolf is er weer. Alleen nu heb ik een klein ander probleempje. Mijn idee was dus om de crossbar challenge te gaan doen. Alleen ja, weet je. Ik heb een klein probleempje. Net toen ik mijn camera-spullen alvast klaar wilde zetten. Toen bedacht ik me ineens. Chips. Ik heb zondag een lens meegenomen.
bij de opnames van de legerverstoppertje doen. Alleen die lens heb ik niet gebruikt, maar die heb ik wel hier in mijn tasje gedaan. En hij zit niet meer in mijn tasje, dus of ik word dan gewoon heel dement, maar dat kan gewoon door deze tijd komen, omdat je gewoon alles vergeet. Of, ik heb geen idee, dus ik ga even kijken of die in mijn fiets ligt. En anders dan zullen we naar beneden moeten gaan fietsen, want dan ben ik gewoon mijn cameralens kwijt. Dat hoop ik niet, want dat ding is best wel prijzig. Dat haal ik niet nog even opnieuw snel. Oké, nou, ik heb hem niet kunnen vinden, dus we gaan inderdaad naar beneden toe. En dan gaan we kijken of hij daar ligt. Want ik geloof niet, of hij is waarschijnlijk gewoon uit mijn zak gevallen, denk ik. Want ik heb hem ook niet zo handig vastgepakt, dit tasje. Dus ik denk inderdaad dat hij uit mijn zak is gevallen, afgelopen zondag, tijdens het verstopje. Dus dan gaan we even naar beneden toe. Het is mooi weer, we hebben gelijk wat te doen en dan gaan we even zoeken. Zo. Nou, ondertussen zijn we even op de fiets. Het scheelt echt dat het mooi weer is. En dat ik nou de motivatie heb om naar beneden toe te fietsen, want als had ik het niet gedaan. We zijn weer op de plek waar we afgelopen zondag dus ook waren. Althans met Job en Tessa. En nou hoop ik stiekem eigenlijk niet dat hij hier ligt. En het is natuurlijk heel gek om te zeggen als je hier naartoe fietst, maar dat zou een heel gek idee zijn, want het heeft vannacht gevroren. We gaan gewoon gelijk naar de plek toe waar ik zondag lag. Want daar heb je de meeste kans, dus ga gewoon kijken. Het is al heel druk inderdaad. Kijk even hoe druk het is. Damn. Nou goed. Hier liepen we dus zondag. Daar is de plek waar ik me verstopt heb. Of had. Dus ik hoop dat hij hier ergens ligt. Oh god, ik heb een kop weer. Maar we lopen gewoon even een rondje. Ja. We lopen maar even. Oh, tot ziens een keer. Verdomme. Ja, dit is dus de tweede plek waar ik zondag heb gelegen. Hier of aan deze kant. Maar nee, ik denk, we kunnen nog even naar beneden lopen om te kijken. Maar ik denk niet dat ik hem hier in beneden ben kwijtgeraakt. Want ik heb hier ook even gekeken bij verloren voorwerpen. Maar daar is hij ook niet op tegengekomen. Dus ik denk dat ik hem niet. Nee, ik denk niet dat ik hem in het bos ben kwijtgeraakt. Ik ga nog heel verder zoeken en dan gaan we maar weer naar huis. Ja, weet je, ik kan niks doen, weet je, ik zocht de lens en hij is hier niet, dus. Maar goed, ik ga nog even beneden kijken, want het is een beetje heel druk beneden, dus gewoon even snel tussendoor flippen en dan weer naar huis, want. Nou ja, je raadt het al, ik heb eventjes overal gezocht en gekeken, maar hier in het bos ligt hij niet, dus dat, is er geen andere mogelijkheid dan dat hij gewoon bij mij thuis ligt. Dus ik ga gewoon even dubbel zo goed zoeken, met de hoop dat hij dan wel gewoon hier ligt, zeg maar. Super fijn dit! Ja, dit is echt top. We zijn letterlijk gewoon voor niks naar beneden gefietst. Maar weet je, beter goed zoeken dan niet. Want uiteindelijk, ja, hier is mijn lens. Oh, ik ben niet zo blij mee. Hij is er eindelijk. Letterlijk, hij zat in een tas achter mijn deur. Dus ik had waarschijnlijk gewoon gedacht van, oké, zou ik die grote tas meenemen of de kleine tas? Ik dacht van, nee, weet je, ik neem gewoon de kleine tas mee. Dat is namelijk de tas die ik meestal meeneem als ik meerdere camera-spullen bij me moet meenemen. Dus nee, ik heb deze dus in mijn grote tas gedaan. Zo mensen, Dolf is inmiddels al in huis. En ja, ik ben nog steeds echt super blij dat ik mijn lens weer terug heb. Eigenlijk is hij hem nooit weggegeven geweest, maar goed. Ondertussen even lekker een kruidkeekje openmaken die ik van mijn zus heb gekregen. Nu wil ik jullie in ieder geval weer bedanken voor het kijken. Hoop ik heb je allemaal genoten van deze vlog. Vergeet zeker wat dan met een blauw duimpje mogen doen. En abonneer mijn kanaal. Hier wist je nog niet wat gedaan. Als je nog ideeën hebt, dan mag je het altijd laten weten op mijn Discord. Mijn Discord linkje staat ook in de beschrijving. Dus ga het volgen. Join het lekker gezellig. Er zijn heel veel leuke mensen erbij. Hou het wel netjes. Houd netjes. En dan zie ik jullie heel graag aanstaan. Het weekend weer. Dus zaterdag om 5 uur. En dan zou ik zeggen, zoals altijd en ook vandaag. Peace!